Koelkast, zei je. Je moet uitzonderingen durven maken. Minstens één keer per week denk ik aan alle mensen die nooit tot bloei kwamen en zullen komen, omdat ze er de kans niet toe kregen. En aan de mensen die niet bloeien, omdat bloeien er bij hen simpelweg niet in zit. Die anderen in hun plaats laten bloeien, of bloeien in andermans plaats. Al die mensen zouden ze preventief een spuitje moeten geven. Ik ben voor het leven in het algemeen en tegen de doodstraf in het bijzonder.